eigenlijk niet voor jou of over jou wilde praten. Maar Ger stopte niet meer. Ger wat? Stopte daar eigenlijk niet meer over. En ja, wat ik al zei, wat ik al dacht. Hij voelt zich niet gehoord. Dat bij alles wat er beslist moet worden. Of ook tussen jullie samenwerking. Gewoon bij alles. Dat altijd... Nou, laat maar. Altijd op jouw manier moet. En dat hij het gevoel heeft dat hij altijd water bij de wijn heeft gedaan. En ook met het opnemen van het nummer van Kees. Dat je dat niet hebt overlegd. Ik zeg, nou, ik weet niet beter dan dat hij gewoon naar je toe is gekomen met dat plan. Ja. Toch? Maar... Nou, ik heb tegen hem gezegd dat ik bezig was met schrijven. Voor een nummer van Kees. En daarna heb ik 24 uur lang niks van hem gehoord. Helemaal niks, niet eens een woord. Toen ben ik uiteindelijk maar Remco gewoon gaan bellen. Nou, zoiets zei hij ook. Ik zei, nou, ik weet niet beter dan dat hij dat wel met je had overlegd. Ik zeg niet dat hij toestemming hoeft te vragen. Daar was hij het mee eens. Nee, maar ik heb Remco gebeld uiteindelijk na 24 uur. Hij heeft er helemaal niks over gezegd. Toen heb ik Remco gebeld en ook tegen Remco gezegd, maar ik wil ze wel allebei opnemen. Ik wil niet ook dat het ik wil het heel graag, maar ik wil niet dat het ten koste gaat van het andere nummer wat ik met Ger samen zou doen. En dat heb ik toen tegen Ger verteld. Dus eigenlijk is het een los project on the side. Ja, hij zei, ja, dat nummer ligt al kant en klaar op tafel en ik weet hem allemaal niet meer. Het was echt heel veel. Oh. Hij ging zelfs huilen. Hij ging zelfs huilen. Ja, dat doet hij lastig wel vaker, toch? Maar hij zegt net met een staalgezicht, het is over. Ja. Dus waarover huilt hij dan precies? Hij heeft de afgelopen dagen, zegt hij al, dagen met zijn ziel onder zijn arm gelopen. Dat hij niet weet hoe of wat en dat het hem heel veel pijn deed. Maar als de maat vol is, dan is de maat vol. En dat punt is nu bereikt, volgens hem. En jij bent... Want het over Gerrit? Maar ik weet heel niet... erg bezig met het spel spelen en de finale... Ik zeg, joh, maar alles wat jij nu zegt, ik zeg dat, zeg jij ze net zo goed over jou. Ik zeg, jullie denken dus eigenlijk precies hetzelfde over allerlei dingen. Ik zeg, maar waarom ga je niet gewoon rustig dat gesprek met Jess aan? Maar dit zeggen jullie over elkaar, waar ben jij in dit verhaal? Wat? Of was jij mediator, heb jij niks op dit moment tegen Gers houden? Natuurlijk wel, ik zei, ik vind ook dat je veranderd bent. Ja. Hij zegt, ik neem het je nog steeds kwalijk dat jij... Tegen mij zeg je hebt 15 maanden niks gedaan en nou ben je aan het show als ik aan het praten ben. Maar het was meer vanuit Ger eigenlijk heel veel over jou. En ik heb gezegd van, joh, ga dan met hem praten. En ik ben daar binnengekomen, ik zeg, luister Ger, ik ben dit helemaal zat. En ik heb geen zin om of verwijten naar mekaars hoofd te gooien. Ik zeg, maar wat de fuck is er aan de hand? Nou, toen zat dat van Frenny hem heel erg dwars. Heeft hij het gevoel dat wij stoken, dat wij ons ermee bemoeien. Ik zeg... Ja, maar dat ligt allemaal net even wat anders. Ik zeg, want Frenny komt naar mij toe. Ja. Ik zeg, Frenny komt net zo goed naar Jessie toe. Nou, waren er dus weer allemaal dingen... waarvan het leek alsof dat vanuit ons komt. Maar dat vanuit Frenny komt. Ik zeg, zij durft niet met jou te praten. Ik zeg, en jullie zoeken het inderdaad maar met z'n tweeën uit. Ik zeg, maar ja, ik kan dat niet aanzien. Ik zeg, in één keer is het dikke mik met Frenny. Ik zeg, en daarvoor zet je in een magazine, het is alleen maar lust, punt. Ja. Ik zeg, ja, dan hoop ik dat het oprecht is. En het zou walgelijk zijn als je zoiets flikt. Toen ging hij ook huilen dat wij zo over hem dachten. Maar dat is een interview wat hij af heeft gelegd aan Shelly. Hij zegt dus, heel meer, dat heb ik niet alleen maar gezegd. Hij zegt, ik had geen zin in dat interview. Er zit veel meer in en Shelly heeft dit ervan gemaakt. Ik zeg, ja, maar dat deed haar heel erg pijn. En daar heb ik wel honderden gesprekken met Fren over gehad. Ik zeg, en ik heb tegen haar gezegd van, je komt uit een diepdal. Maar weet ik heb geen zin om het allemaal te herhalen. Alles wat ik tegen Fren heb gezegd, heb ik tegen hem gezegd. Ik zeg, en wat moet ik dan? Moet ik dan ook nog naar jou komen? Ik zeg, het is Fren der ding. Ik wil uit alle goede bedoelingen wil elkaar helpen. Maar natuurlijk moet ze het ook zelf uitzoeken. Ik zeg, maar het valt allemaal op. Ik zeg, en wij zijn er niet mee begonnen. Ik zeg, het staat op briefjes en dat wordt over jou gezegd. Ik zeg, natuurlijk denken wij zo. En als wij horen dat jij slecht over ons lult, zeg, dan zijn wij ook benieuwd waar dat vandaan komt. En natuurlijk is er dan een actiereactie. Nou ja, en toen... dat als wij ruzie hebben, dat hij zich dan ook niet bemoeit met wat wij samen hebben. En dat als jij dan tegen hem aan wil lullen, dan dat hij ook zegt van, joh, ik uit mijn mening ben niet over. Heeft hij inderdaad ook wel eens gezegd? Zegt hij tegen mij ook altijd. Nee, maar dat heeft hij niet alleen maar gezegd. Nou, nee, dat zei hij dus. Hij heeft ook dingen gezegd als, ja, jullie hebben alleen maar ruzie met elkaar en dingen uitgesproken als, ja, het wordt toch niks.
Dat soort dingen heeft hij ook uitgesproken. Ja, ook naar mij. Wat? Ook naar mij. Ja, dus, en, dus dan moet hij niet de goedheilige kaart gaan spelen van... ik zeg altijd dat ik er niks mee te maken wil. Ja, dat zei hij wel, ja. Ja, maar dat is niet zo. En ook over dat van Lex, dat het... dat hij... Toen moest hij ook huilen, trouwens. Dat toen zij uitsprak dat jij dan de winnaar zegt te zijn elke keer... en dat je... Dat zij graag de moeder mee naar Amerika wil nemen van dat geld. Toen zei hij ja, dat zou ik dan ook wel willen. En dat gaat maar aan mijn hart als zij dan zoiets zegt. En toen moest hij weer huilen. Maar hoe bedoel je dat zou ik ook wel willen? Dat hij dan zijn moeder ergens mee naartoe kan nemen van dat geld. En dat als zij op jou wil stemmen, dat haar goed recht is. Ik zeg ja, natuurlijk. Ik zeg maar, je moet niet eerst Jessie de wind van voren geven tijdens een stemming. Ik zeg en 1 minuut daarna gaan zeggen, maar het was tactisch hoor. Ik zeg als Jessie en ik op Milène stemmen, dan zeggen we, joh Milène, hier 2 op jou, tactisch. Ik zeg ja. Klaar. Dan ga ik er geen doekjes omheen binden. Ik zeg en dat is wat bij mij de verkeerde keel van schoot. Maar wat is dat voor rare uitspraak in 1 keer weer daar huilen en ik wil mijn moeder ook meenemen? Ja, hij moest daar huilen. Hij was heel het gesprek, was hij emotioneel. Maar dat gebruik ik toch ook niet elke keer. Toen de finale begon, heb ik ook een keer gezegd... ik wil mijn ouders meenemen naar dat gezondheidsoord als ik win in Amerika. Dat heb ik ook gezegd, maar dat ga je toch ook niet elke keer gebruiken? Wat is dat voor? Ja, hij zegt dat je ook iedereen aan het afstoten bent. Toen zei hij dus allemaal dingen van dat hij het jammer vindt. Iedereen aan het afstoten bent? Ja, dat zegt hij, vindt hij. Dat hoort hij om zich heen, ook van anderen. Maar wat bedoelt hij daar precies mee? Wat je nu bij Ger doet. Vanuit hem. En ik heb daar heb ik voor de rest allemaal niet heel veel op gezegd hoor. Ik heb dat eigenlijk alleen maar aangehoord. En op een gegeven moment zei hij van dat ik het allemaal zo erg vind en zo jammer vind. En dat hij dus dagenlang met zijn ziel onder zijn arm liep over deze hele situatie. Ik zeg maar, waarom ga je dat gesprek dan niet met Jessie aan? Ik zeg, weet je wat het is bij jullie? Jullie zijn gelijk twee hete hoofden. Ik zeg, en dat gaat op. Ik zeg, maar als je dat gewoon op een rustige manier doet. Hij zegt, ja, en ik wil het allemaal niet meer. En klaar is klaar. En we zien het hier buiten wel. En ik, of niet. En dat jij dan bezig bent met het spel. En jij speelt het op jouw manier. En hij gaat daar niet in mee. Want hij wil gehoord worden. En dat je heel vaak tegen hem hebt gezegd dat hij geen partij voor jou is als winnaar. Nou, niet heel vaak, maar ik heb wel laatst toevallig tegen hem gezegd van joh, hij vroeg iets van maak je de druk om? Ik zeg nee, want je wint toch niet van me. Maar ik heb op dit moment een vriend die ik helemaal zie veranderen. En dat is waar het me in dit geval om gaat. Ja. En als hij dan niet kan uitleggen waarom hij verandert, dan is 1 plus 1 2. Ik maak me geen zorgen om van Gert te verliezen. Nee, alleen, maar waar ik me zorgen nee, maar überhaupt maak, dat je is dat mijn zegt vriend tegen gewoon compleet aan het veranderen. Ja, juist, yes, maar ik ben te moe voor. Ik wil alleen maar zeggen wat je heeft gezegd. Hoe bedoel je? Maar je bent nu een verhaal aan het vertellen en dan mag ik niet mijn mening geven? Nou ja... Ik vind het wel belangrijk als hij dingen heeft gezegd dat ik dan wel zeg hoe het echt is gebeurd. En hoe ik erover denk. Nou ja, eigenlijk ben ik hier alleen aan het vertellen wat hij heeft gezegd. Hoor. Ik dacht dat je dat wilde weten. Nou ja, ik vind het belangrijk om daarin ook mijn eigen verhaal te kunnen doen. Maar wat was voor de rest de strekking van het verhaal? Dat hij er klaar mee is. En de finale anders speelt dan jij. En dat hij dat ook gaat doen. Wat bedoel je? Weet ik veel. Moet je aan hem vragen? Je hebt helemaal niks gevraagd van hoe bedoel je? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Hij was in ieder geval woest. Maar hij heeft gezegd dat hij de finale anders speelt dan ik. En wat ben ik precies dan aan het spelen? Volgens hem ben je alleen maar bezig met het spel. Oh, oké. Met de finale en... Maar ziet hij dan niet dat het mij gaat om wat ik de hele tijd zeg, is dat ik een vriend had, die had blijkbaar volgens hem met ze over, die gewoon compleet verandert? Nee, daar heeft hij ook eigenlijk geen duidelijk antwoord op gegeven. Hij heeft er wel iets over gezegd. Nee, maar dat doet hij elke keer niet. Hij wilde de finale met ons 5 eindigen, maar hij voelt nu aan alles dat jij het hem niet gunt. Dus gunt hij het jou ook niet.
Maar hij is zichzelf nu aan het vrijpleiten voor om op mij te stemmen. Dat dacht ik dus ook meteen. Ja. Dat idee heb ik wel. Ja. Dan is hij wel bij gebaat om boos te zijn. Om het voor zijn gevoel te kunnen verantwoorden. Ook dan kan je dit niet verantwoorden, juist. Nee. Nee, dat zeg ik voor zijn gevoel. En hij zei, ik vind het allemaal heel erg en weet ik veel, voor wat allemaal. En toen zei ik van, maar als je het allemaal zo erg vindt, ik zeg, ga dan dat gesprek aan. Ja. Maar dan gewoon op een rustige manier. Ik zeg, als jij je niet gehoord wil. Hij zegt, ja, maar jij laat je daar ook in leiden. Ik zeg, ja, maar Jess en ik denken heel veel hetzelfde over dingen. Oh, dus hij denkt ook nog eens een keer dat jij er zo over denkt door mij. Met stemmen en zo. Dat het allemaal op jouw manier moet, volgens jouw mening. Ik zeg, ja, maar dat is het niet, Ger. Ik zeg, want ook over Shelly, dat zal hem dus ook dwars. Ik zeg, maar vergeet niet dat dat Frenny's plan was. Ik zeg, Jess en ik zijn met Fren meegegaan. Nou, dat boeide hem allemaal niet meer, want Shelly was al weg. Maar toen zei ik, en als Jesse 1000 keer tegen jou zegt dat jij geen partij voor hem bent om van te winnen. Ik zeg, dan is het toch aan jou wat je daarmee doet. Ik ben toch vorige keer ook naar je teruggekomen van waarom zeg je elke keer van, jij ging elke keer lachen als ik dat zei. Ik zeg, en dan zegt Jesse tegen mij, ja, dan blijkt het dus dat ik dat 100 keer heb gezegd, wat ik uit enthousiasme niet door heb. Ik zeg, maar dat is hoe jij daarmee omgaat. Ik zeg, dan laat je hem toch lekker lullen. Nee, maar ik ben dat niet waard om als iemand zo over me praat en... De hele strekking van het verhaal is dus eigenlijk dat hij vindt dat het altijd op jouw manier moet, ongeacht wat er gebeurt. Of jullie nu een opkomstnummer voor de Hollandse Avond moeten uitzoeken, tot een nummer voor Kees opnemen, tot de stemmingen, alles. En dat hij al maandenlang water bij de wijn doet en dat jij dat nooit zou doen. En dat jullie dan een half uur aan het discussiëren zijn om elkaar zin door te drijven of jullie eigen zin. En dat hij daar geen zin meer in heeft en dat hij dat dan opgeeft. En hij dus degene is die water bij de wijn doet. En jij weer je zin doordrukt. Ja, maar wist je dat het dus allemaal helemaal anders zit? Net zoals de keren met stemmingen. Ik ben uiteindelijk niet degene geweest die de knopen heeft doorgehakt. Hè? Dat hebben we in de tent besproken. En dat heeft gestaan op Gerse briefjes en op Mariska's briefjes. Hè, wat we hebben gedaan. Hè? Niet op mijne. Want ik heb op het moment dat we gingen stemmen, heb ik Mariska haar briefje gepakt. Ja. En niet die van mij uit de boot, terwijl ik hem wel klaar had liggen aan anderen. Ja, die hadden we die avond ervoor gemaakt. Ja, die heb ik toen niet gepakt. Dus het slaat nergens op. Nee, maar bij het opkomstnummer bijvoorbeeld hadden we er een andere mening over. Omdat we altijd op een andere manier naar een situatie kijken. En dat is in mijn ogen gezond. En uiteindelijk zijn we tot de strekking met elkaar gekomen. Waarbij Remco ook het advies gaf. Laten we die van Corrie doen als eerste. Want dan kan je daar ook mee eindigen. En dat is je nieuwe nummer. Kan je hem 2 keer ten gehoor brengen. Dat is op zich een hele logische beredenering. Alleen bij hem is altijd alles wat niet helemaal volgens zijn straatje gaat, is iemand anders die zijn zin doordramt. Maar hij kan het ook bekijken vanuit een manier van, op die manier had ik er niet over nagedacht en misschien is het inderdaad verstandig om het op een andere manier te doen. Alles is voor hem persoonlijk en een principe kwestie. Snap je, als ik zeg laten we vanavond Chinees eten en Gerst zegt laten we een broodje poep eten. En poep is in principe niet iets wat je gaat eten. We eten toch uiteindelijk Chinees met elkaar. Dan heeft hij het idee dat hij zin niet heeft gekregen. Terwijl hij misschien wel gewoon een heel slap idee had. Dat is het probleem bij Ger. Hij voelt zichzelf nogal snel gepikeerd. En voorbij. Nou, dat is dus nu... Kijk, ik zei toch al, Ger wil gehoord worden. En dat is het enige wat hij nu voelt dat er niet gebeurt. Er wordt volgens hem niet naar hem geluisterd. Ook vanuit mij niet. Maar jij bent toch de dag voor de... Ik heb me met de laatste stemming niet eens bemoeid. Ik heb juist mijn handen ervan afgetrokken. Maar toen ben je toch ook bij hem geweest? Ja, tuurlijk. Toen heeft hij toch geen knoop doorgehakt? Die avond daarvoor. Nee, maar hij heeft hier ook geen specifieke dingen in genoemd, hè? Maar als je geen initiatief toont, dan kan je toch ook niet verwachten dat mensen met je idee meegaan? Je kan toch niet achterover hangen en dan altijd maar roepen, hé, maar ja, we hebben gedaan wat jullie deden. Ja, grap, jij hing achterover en je nam geen initiatief. We moesten iets. Ja. Dat is fucking raar. Ja, maar hij heeft ook, als ik er zo over denk, heeft hij... Best wel heftige dingen ook gezegd, hoor. Dus inderdaad over de laatste 5 en... Ja, ik heb echt gezegd van dat jullie met elkaar moeten gaan praten en zo. En kijk, weet je wat het is? Hij kan dat allemaal wat tegen mij vertellen, maar daar hebben we geen kut aan. Kijk, weet je wat het is? We hebben net weer een hele discussie met elkaar. Maar dat komt, we zijn op dit moment niet on speaking terms. En hij komt de silo boven binnenstormen. Zegt geen hallo. We hebben al dagenlang hebben niet met elkaar gesproken. En hij begint mij te vertellen dat aangezien hij de tent heeft verkocht, dat ik ook maar mijn huis moet gaan verkopen. Dan heb je al dagenlang geen gesprek met elkaar gevoerd. Dan ben je toch helemaal me shocker. Nee. Als je dagenlang... Dan kan je me ook niet meer gaan vertellen dat je er heel erg mee zit met de situatie. Nou, hij had er dagenlang mee gelopen, zei hij.
Als dat het eerste is wat je tegen me gaat zeggen, dat ik mijn huis maar moet gaan verkopen, dan ben je toch niet goed, Merel? Ik bedoel, ik vind het echt heel jammer, hè, de hele situatie. We waren echt goede vrienden met elkaar. Maar dat soort dingen doe je gewoon niet. Doe je gewoon niet. Net zoals dat hij achter me had moeten staan met die kist. Net zoals dat hij nooit ons had moeten verneuken met de stemmingen. Het is lekker makkelijk om te zeggen, ja, ik vind het heel erg en ik heb er heel erg mee gezeten. Maar meer, het blijkt helemaal nergens uit. En de keuzes die hij maakt en de gedragswijzigingen die hij laat zien, hij heeft het echt aan zichzelf te danken. Dit is niet iets wat vanuit mij komt. Ja, dat heb ik dus dat met Frenny ook gezegd. Ik zeg, joh, in één keer. Hij zegt, ja, en dan naai jij me ook nog een keer door. Maar ik zeg, daarom komt ze niet naar je toe en komt ze naar mij toe. Ze wil niet gekwetst worden, dus daarom stelt ze liever de vraag niet. Ja, dus hij zegt van, ja, maar dat ligt nu bij Frenny. Ik zeg, dat heb ik nu ook gezegd. Ik zeg, ik heb het ook tegen Jess gezegd. Ik heb nu alles gezegd wat ik wilde zeggen en nu is het aan haar. Ik ga me er ook niet meer mee bemoeien. Ik zeg, maar ik heb zeker mijn twijfels uitgesproken. Ja, tuurlijk. Ik heb ook gezegd dat als jij haar misbruikt of niet oprecht met haar bent, dat je een probleem met me hebt. Maar goed, daar ging het eigenlijk heel kort over. En daarna ging het eigenlijk alleen maar over jullie. Ja, ik denk echt dat jullie moeten gaan praten, want dit gaat niet goed aflopen. Als in echt niet. Ik voel het aan alles. En hij is nu nog heel boos, maar... Ik denk dat hij ook niet meer naar jou toe gaat komen. Dat denk ik niet. Ik vind het... Ik vind zijn argumenten allemaal heel onredelijk. Voor een situatie die hij grotendeels zelf in de kaart heeft gespeeld. En het kan best zijn dat er wat dingen bij mij zijn waar hij zich aan irriteert. Maar het grootste gedeelte van alle problemen waar we in zitten heeft hij gecreëerd. Net zoals dat hij dat al maandenlang doet. Alle situaties die hij in de kaart heeft gespeeld waar we hem van de bank af moeten houden en moeten zorgen dat hij hier kan blijven, is ook allemaal door hem. Dat heeft ook niet te maken met mijn gedrag of met jouw gedrag. Nou ja, dat heb ik dus wel tegen hem net gezegd. Ik zei van, we hebben verdomme met z'n vijven afgesproken, wij worden de laatste vijf. Ik zeg, en dan ga je nu door dit soort dingen, want eigenlijk is het gewoon één miscommunicatie. Ik zeg, eigenlijk is het gewoon geen communicatie, waardoor het nu compleet misloopt. Ik zeg, jij irriteert je blijkbaar al maanden omdat je water bij de wijn moet doen, maar spreek dat niet uit. Ik zeg, dan kom je dan toch nergens. Ik zeg, en dan kunnen er nu mensen veranderd zijn, maar je bent toch nog steeds dezelfde persoon. Dan ga je dat gesprek toch met elkaar aan. Maar ja, hij ik denk, klaar is zeg klaar. Merel dat het. Ja, maar ik denk dat het hem wel lekker uitkomt voor zijn gevoel. Dat hij zoiets heeft van, hey, nou, dit geeft me in ieder geval een ingang om te doen waarvan ik gezegd heb dat ik het nooit zou gaan doen. Dat heeft hij nu dus al uitgesproken. Ja, dat, die conclusie heb ik daar ook uitgetrokken. Ja, dat is lekker makkelijk. En hij en Maris, denk ik. Hij en Maris. Geloof me, met alles wat wij met elkaar delen, kan Mariska toch niet op mij gaan stemmen? Ze is toch helemaal loco? Gaat ze toch gewoon doen? Doe ja, maar haar dat toch kan geen... toch niet? Yes, Ger kan dit ook niet verantwoorden. Dan kan je nu boos op elkaar zijn, maar dat kan je niet doen. Ja, maar ze wij... boeit het toch niet? Wij delen dezelfde situatie met Kees, hè? Ja, ik hoop ook van harte dat ze het niet doet, maar ja... Het kan toch niet? En dan alsnog zijn twee mensen die op mij stemmen niet genoeg. Brenda zou het niet doen, geloof ik. Kijk, weet je wat het namelijk is? Mocht Ger een keertje op mij stemmen... Ik zal nooit zomaar op hem stemmen. Mocht hij op mij stemmen, en ik kan me echt niet voorstellen dat hij het doet, ook al geeft hij zichzelf nu voor zijn gevoel een vrijbrief, dan ligt hij er de volgende ronde uit, hè. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik denk niet dat hij deze ronde gaat doen namelijk. Want daar heeft hij geen snars aan. Daar bereikt hij niks mee. Wat? Daar bereikt hij niks mee. Ik snap hem niet. Weet je wat ik namelijk denk dat het is meer? Ik denk dat het hem allemaal niet zo lekker uitkomt dat ik degene ben die hem dagelijks confronteert met zijn gedragswijziging. Nou, hij zei wel van dat als ik iets tegen hem zeg, dat ik dat gewoon één keer, misschien twee keer tegen hem zeg. Maar hij zegt als ik een discussie met Jess heb, dan gooit hij er alles bij en haalt hij er alles bij en gooit hij alles erbovenop. En hij zegt de meest onredelijke dingen onredelijk. Voor hem. Ja. Ja, ik vind het relevant, anders zeg ik het niet. En ik blijf een punt net zo lang herhalen totdat ik ergens antwoord op krijg. Want daar het is wordt lekker hij makkelijk. Dus gek van. Ja, dat hij maar ja, dan ontwijkt hij de vraag. En als jij de vraag bij mij ontwijkt, dan krijg je hem net zo lang tot je hoofd geslingerd totdat je helemaal gek wordt of antwoord geeft. En dat is logisch, toch?
Ik stel toch een vraag om een antwoord op te krijgen? Mm-hmm. Niet om het alleen maar gevraagd te hebben en uiteindelijk zonder antwoord door te gaan. Dat slaat toch nergens op? Ik denk dat het Ger allemaal net even wat te confronterend is. Want hoe gaat hij zijn gedrag anders uitleggen? Hij hoeft beter zich niet te verantwoorden. Nee, hij kan het ook niet veranderen. Toen zei ik ook tegen hem, ik zeg maar, weet je wat het is, Ger? Als jij Jess gewoon antwoord geeft, ik zeg, dan moet hij met dat antwoord dealen. Ik zeg maar, dan moet je antwoord geven. Ja. En zolang je dat niet doet... Maar wat heb jij dan tegen hem gezegd? En wat heeft hij tegen jou gezegd over zijn gedragsverandering? Daar hebben we het bijna niet over gehad. Ger is alleen maar aan het woord geweest, hè? Alleen maar. We hebben het eerst over mij gehad, over mij en hem. Over Frenny, dat hij vond dat wij stookten. En toen zei ik van, nou ja, zeg dan alleen, hou het dan bij mij. Dus toen heb ik het over Frenny eigenlijk helemaal uitgelegd. Toen over zaterdag, over het draaien, dat ik naar hem toe was gekomen. En? Wat heeft hij daarover gezegd? Dat hij zeker vol interesse naar me heeft gekeken. Maar dat hij geen zin had om tussen neus en lippen door zomaar te zeggen, joh, meer lekker gedaan. Daar wilde hij dan de tijd voor nemen of een momentje van maken. En daarna kreeg hij deze opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd van ons. Ja, lekker simpel weer. Maar ik moet zeggen dat ik ook niet heel scherp was. Ik heb hem echt aangehoord en ik heb op sommige dingen ja en nee gezegd. En, weet je, het ging over jou en dat mag je best tegen me zeggen, maar daar hebben we heel weinig aan. En ik ga jou niet afvallen en wat dan ook. Sloeg het ergens op? Het was wel interessant om te horen waar hij mee zit. Want dat wisten we niet, althans ik niet. Tuurlijk, ik weet irritaties van die tent en zo, dat weet ik wel, dat helemaal kut was. Maar voor de rest, ik had geen idee. Maar het blijkt dus dat een nummer van Kees jou al dwars zit. Ik zeg, ja, maar snap dan ook dat Jess teleurgesteld is dat jij die tekst nog steeds niet leest of dat je daar geen aandacht aan geeft. Het enige wat hij erover gezegd had, was gewoon dat die twee aparte profielen op spot wil. Ja, maar hij was weer teleurgesteld dat er in samenwerking geen samenwerking was. Dat jij het eigenlijk zei toen het nummer al af was en het niet had besproken van, joh, ik ga. Ik zeg, nou, ik weet niet beter dan dat hij dat wel heeft gedaan. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Ja, en hij ik zei, heb nou, de dag daarvoor dus tegen hem gezegd dat ik bezig ben met het schrijven van een tekst voor het nummer van Kees. Dat heb ik tegen hem gezegd. Ja. En toen heb ik 24 uur lang helemaal niks over gehoord. En toen ben ik gewoon Remco gaan bellen, want ik maak graag haast. Maar ik laat liever niet gewoon dingen weken op de plank liggen. En helemaal niet in een project als deze. Dus toen heb ik tegen Remco gezegd van, ik wil niet dat het ene project samen de ronde gaat leiden. Dus ik wil het wel samen doen, de projecten. Dan nemen we het op dezelfde dag op. Ja. Dat was op dat moment, was dat oké. Okay. Dat heb ik toen ook tegen Ger gezegd. Van, dan kunnen we ze samen opnemen. En toen was zijn antwoord, we moeten wel een apart profiel op Spot krijgen, want anders staat het nummer van Kees onder mijn naam. Toen is hij naar de computer gelopen, heeft hij dat mailtje gestuurd. Ja, heb ik ook tegen hem gezegd. Niks meer over gehoord. En vorige week in de vergadering zegt hij, ik kom met dat nummer luisteren. Heb ik hem ook niet meer gezien, al een week lang, hè? Mm. En dat zijn dingen die voor mij echt belangrijk zijn. Ja, maar en als jij daar nu de schuld bij mij neer gaat leggen, terwijl je ten eerste nooit initiatief toont, geen interesse toont. Want hij heeft overal een excuus voor, hè? Waarom hij niet naar het nummer heeft geluisterd, heeft hij een excuus voor. Waarom hij er niet naar het presenteren heeft gevraagd, heeft hij een excuus voor. Waarom hij niet heeft gevraagd of gezegd hoe het met het draaien ging, heeft hij ook een excuus voor. Waarom ik geen nummer over mijn leven op mocht nemen, heeft hij ook een excuus voor. Alles wat niet oké is, probeert hij te verantwoorden. En recht te lullen. Maar sommige dingen die krom zijn, kan je gewoon niet meer recht lullen. En zoiets kan je één keer overkomen, zoals met die kist. Maar het gebeurt tegenwoordig aan de lopende band. Ja. Hij wil je niet meehelpen met het oefenen met draaien, totdat ik dat tegen hem heb gezegd. Toen is nooit gebeurd. Nee, toen heeft hij misschien alleen gezegd van die lampjes. Dat gesprek heb ik daarvoor met hem gehad. Oh, dan moet Merel eigenlijk even zorgen dat ze een lampje heeft. En toen kwam jij, toen kwam jij bij hem binnen of zo. En toen begon hij over een lampje, toch? Over dat het donker is. Wie heb jij tegen mij gezegd? Oh. Jij hebt tegen mij gezegd, je moet de lamp van de boot daar neerzetten. Nee, maar hij heeft toch tegen jou gezegd dat het donker was of zo? In ieder geval, jij had een gesprekje heel kort met hem in de studio. Vlak nadat ik dat hele gesprek met hem heb gehad daarover. Oh, of dat donker was. Ja, dat kan wel. Ja. Ja. Ja, kan wel. Ja. Dus weet je wat het is meer? Hij probeert zich alleen maar te verantwoorden. Maar hij gunt het niemand. Hij gunt het gewoon niemand. En dat zegt hij ook over jou. Maar wat gun ik hem dan niet? De titel. Ger is met 5, wil met de laatste 5 overblijven en gunt het die alle 5, inclusief zichzelf, net zoveel.
Nou ja, weet je wat het is meer? Het is niet per se dat ik het hem niet gun. Maar ik vind gewoon, ik zie in hem geen concurrent. Omdat ik vind dat hij niks heeft gedaan aan het opbouwen van Utopia. Vanaf dag 1 dat ik ben binnengekomen, ben ik met doelen binnengekomen. Dat is een soort van rode draad door mijn Utopia. Met af en toe ging het beter en af en toe ging het minder goed. Maar ik bleef wel altijd mijn pad volgen. Net zoals dat jij op die manier bent binnengekomen. En het ging in het begin vreselijk. En uiteindelijk behaal je toch successen. En ik zie Ger 15, 16 maanden lang helemaal niks doen om Utopia op te bouwen. Hij heeft met de drie musketeers maandenlang is hij bezig geweest met alles kapot te maken. Ja. En de kas zo leeg mogelijk te krijgen door middel van diefstal en ontvreemding. En dan denk ik niet dat jij van mij gaat winnen. Want ik heb met mijn goede intentie 26 maanden lang gebouwd aan Utopia en ben er nooit voor beland. En als dat uiteindelijk nu nog steeds niet zo is, dan is dat nog steeds niet zo. Maar volgens mijn maatstaven sta ik hier voor het winnen van Utopia en Ger hier. En dat is niet omdat ik het hem niet gun. Dat is meer omdat ik vind dat hij er niet genoeg aan heeft gedaan. Mm-hmm. Maar dan als is vrienden toch ook onder elkaar, zoals het was, blijkbaar nooit geweest. Want als hij er geen moeite voor doet, dan was het dus ook niet belangrijk genoeg. Laat dat wat hij aan het doen is. Ja. Waar hij eerst gewoon bezig was dus met andere mensen tegen ons op te zetten. Om te kijken of hij ons via via eruit gaat krijgen. Wordt dat nu heel ingewikkeld. En heeft hij gewoon geen andere keuze meer als hij wil winnen dan te zeggen van joh, ik ben hem helemaal zat en alles wat ik heb gezegd neem ik terug. Je moet niet vergeten dat dit één grote show is om uiteindelijk zichzelf vrij te pleiten van verantwoordelijkheid. Denkt hij. Terwijl onderaan de streep oplettende mensen zien dat er een heel ander verhaal zich afspeelt. Heel anders. Ja. Maar snap je dat ik daarom wil dat jij met hem gaat praten? Ja, daar ga ik even over nadenken. Gewoon zodat jij jezelf kan verdedigen. Of in ieder geval jouw waarheid kan vertellen. Jouw kant van het verhaal. En dat betekent niet dat na dat gesprek dat je dat je na dat gesprek je dikke vrienden moet zijn. Toch? Ik snap het niet. Ja, wel, maar ja. Ik snap niet dat hij dit soort dingen in zijn hoofd haalt. Er zijn de laatste tijd zo fucking veel signalen. Ook echt een grote mond gegeven. Maar weet je, echt, yes, ik vind het zoveel allemaal dit. Echt zoveel, meen ik serieus. Ja. Weet je, en dan zegt hij ook met zijn mening en zo. Ik zeg, ja, maar Ger, het is toch maar net hoe je daar mee omgaat. Ik zeg, wij hebben toch zo vaak een discussie. Ik zeg, en dat is omdat Jess vindt dat hij gelijk heeft. Ik zeg, maar ik ook. En dan wil je je allebei toch niet laten ondersneeuwen. Ik zeg, maar jij bent dan in dit verhaal degene die water bij de wijn doet. Ja, dat zegt hij. Zegt hij. Ik zeg, maar wel is hetzelfde met als jij zogenaamd zo vaak tegen hem zegt van jij wint die titel niet, bla bla bla. Dan denk je toch, joh, laat hem maar lullen. Of je gaat je erin drukken. Ik weet niet beter dan dat het één keer is gebeurd. Ja, oké, maar het is toch hoe je ermee omgaat. Ja? En dan kan je daar een heel probleem van gaan maken. Maar je kan ook gaan zeggen, joh, yes, hou je smoel lekker dicht. Ja, of joh, waar baseer je dat op? Ja, of gewoon helemaal niks. Of bedenk er anders over. Ik zeg ook, maar laat hem dan lekker lullen in zo'n situatie. Of zeg er wat van. Ja, nee, maar dat niet alleen. Als je het niet met elkaar eens bent of je bent ergens gepikeerd over, zeg dan gewoon, joh, ik snap niet precies wat je daarmee bedoelt en waarom verdien jij het meer dan ik? En dan kan ik hem uitleggen van, joh, je bent alleen maar bezig geweest 15 maanden met het afbreken van Utopia. Ja. En ik ben 15 maanden lang, of 12 maanden lang, 11, bezig geweest met het opbouwen van Utopia. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, ik ben de laatste best wel vaak boos op Maris geworden. Ja, je bent ook heel fel tegen haar. Ja. 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 Ja, omdat ik betrap er de laatste tijd steeds vaker op leugens. Ja. En dingen op en dingen daarom moet jij niet erop gaan lopen vertrouwen dat ze niet op jou stemt, Jessie. Want ze liegt al vanaf dag 1. Ik sta op een fucking wurglijst. Mijn moeder gaat naar haar toe en ze blijft het ontkennen. Natuurlijk sta ik op haar wurglijst. Ik ga ervan uit dat Maris niet op mij stemt. Daarvoor delen wij te veel met elkaar. En dat is ook wederom op basis van mijn maatstaven. Oké, dan moet je daar vertrouwen. En als zij zichzelf en daarmee de mensen die dichtbij haar staan verloochent, dan is dat maar zo. Ja, inderdaad. Snap je? Ik ga in ieder geval, ik ben niet zo. En als dat dan de reden is dat ik uiteindelijk ten onder ga, als ik zie dat jij iets doet wat mij niet bevalt, dan krijg je het te horen. Snap je? Ik ben niet zoals Gerrit. Dat ik dan maar aan dingen irriteer en maar helemaal niks zeg uiteindelijk totdat het emmertje te vol is. En dan in één keer zeg, nou ja, nu trek ik alles terug en nu is alles ingestort en nu zou ik op je kunnen stemmen. Want dat is de strekking. Ik ben niet zo. Ik spreek het gewoon uit. En ik heb ook duidelijk uitgesproken hoe twijfelachtig ik die situatie ook vind. Want feit blijft wel, het valt voor hem wel allemaal lekker samen, hè? Het komt heel goed uit. Ja.
Ja. Zeker nu. Zij nog maar met 8 mensen. Dus hij had de keuze kunnen maken om te praten. En hij heeft ervoor gekozen om het voor zich te houden tot het moment dat hem te veel werd en die alle afspraken terugtrekt. Terwijl hij ook had kunnen kiezen om te praten. Ja. Ja? Dan maak je toch een bewuste keuze op zo'n moment. Ja, ik vraag me af wie die mee gaat krijgen. Ik verwacht niet veel. Alleen Maris, toch? Ja, denk het wel. Ja, of Milan? Ja, dat maar die wil de finale niet spelen, zegt ze. Wat ga je doen? Binnen wachten, ik heb het zo koud. Nou, jullie zijn ook niet goed hoor, met z'n tweeën.